Hoe ziet onze energievoorziening van straks eruit? CO2-neutraal, veilig en betrouwbaar, energiezeker en betaalbaar? Dat is niet een keuze tussen of bestaande bronnen of wind en zon. Het wordt en. We zullen tijdens de transitieperiode permanent schakelen tussen het gebruik van gas, elektriciteit en warmte. Soms de elektriciteit van wind of zon, soms de warmte uit onze bodem. En soms gas, bijvoorbeeld in energiecentrales of stadsverwarming op groen gas en restwarmte. En bijvoorbeeld transport op vloeibaar aardgas, LNG, de energie van straks, met vooral minder CO2. De ladder van 7 toont de beste manieren om te komen tot CO2-reductie. Allereerst door energie te besparen, dan het gebruik van hernieuwbare energie. Daarna komt groen gas en onze eigen aardgas. Bronnen die de voorkeur hebben boven geïmporteerd gas of het gebruik van olie en kolen. Alleen al omdat een kolencentrale 2 keer zoveel CO2 veroorzaakt als een gasgestookte. Sluiting van kolencentrales is dan ook een effectieve manier van CO2-reductie. Maar ook voor onze energiezekerheid is aardgas tot 2050 onmisbaar. Zeker als het daar wordt ingezet waar het meest waardevol is. Niet om woningen te verwarmen, maar juist in de industrie, zwaar transport of om elektriciteit op te wekken. Dus gas op maat. Op de Noordzee kunnen bestaande gasplatforms omgebouwd worden tot transformatorstations, waardoor stroom van nieuwe windparken goedkoper naar de wal kan. Als de platforms dan op windstroom gaan werken, scheelt dat ook CO2. Bij pieken in de offshore stroomproductie kan deze elektriciteit omgezet worden in gas. Power to gas, zoals dat heet. Dat gas gaat dan via de bestaande transportleidingen naar de wal. Niet meer gebruikte transportleidingen op de zeebodem kunnen eventueel worden gebruikt voor CO2-opslag in lege gasvelden. Voor de energie van straks is nu nog blijven investeren in de winning van onze eigen aardgasvoorraden belangrijk. In verband met CO2-reductie, onafhankelijkheid van het buitenland, betaalbare energie en aardgasbaten voor de staat. Baten die, ingezet voor innovaties, de weg naar de energie van straks kunnen versnellen. Een integratie van hernieuwbare energie, groen gas en Nederlands aardgas.